allemaal. Wie wil er nou niet zo'n mooie kaart met de persoonlijke boodschap? Dat kan heel simpel, dat laat ik je zien in deze video. Hoe zet je de voice recorder op de kaart? Je hebt nodig een voice recorder. Deze is te koop bij Hobbyshop Agnes en wordt zo aangeleverd. Hoe ga je die op de kaart verwerken? Ik laat even de achterkant zien van deze kaart. En ik laat even een lege kaart zien. Ik heb alles vastgeplakt met een lijmpistool. Dat werkt gewoon heel snel. Even kijken, het is gewoon een hele simpele lijmpistool. En je hebt alles heel snel vastzitten. Nou, je doet alles gewoon op de kaart. Je kunt het zoals ik het geplakt heb, maar wil je de bloemetjes aan de andere kant, dan plak je ze aan de andere kant. Nou, ik heb deze hier vastgeplakt. Het lampje geeft een leuk effect aan de voorkant als je de boodschap afspeelt. Dus dat is wel leuk om tussen de bloemetjes te verwerken. Dan heb je de gele knopjes met gele draadje. Dat is om het af te spelen. Die moet ook naar de voorkant. Dus die moet je aan de zijkant los laten hangen. Dit is het knopje om op te nemen. Nou, die plak ik boven vast. Dan heb ik hier de microfoon. Die plak ik aan deze kant vast. Daar moet je goed inspreken, zodat de duidelijke boodschap wordt weergegeven. En dan heb je het speakertje. En die plak ik hier vast. En als je dat allemaal vast hebt geplakt, dan kun je de voorkant van de kaart verder afwerken. Hoe spreek je de boodschap in? Hoe spreek je de boodschap in? Nou, ik heb alles al gemonteerd op de kaart en jullie zien hier het witte flappertje nog zitten. Dat wil zeggen dat de batterij niet geactiveerd is, dus deze moet je eruit halen. Nou, die haal je eruit. Nou, dan heb je dus de opnameknop. En het microfoontje, de twee belangrijke dingetjes. Want als je niet dicht bij het microfoontje inspreekt, dan wordt de boodschap niet duidelijk. Ik ga hem nu even inspreken. Ik hou het knopje ingedrukt, de opnameknop. En ik ga met mijn mond zo dicht mogelijk bij de microfoon hier. Ivan, van harte gefeliciteerd. En bij deze nodigen we je uit voor een wandeling. Zoals jullie kunnen horen wordt de boodschap herhaald en dit wil zeggen dat de boodschap goed opgenomen is. Als ik nu mijn kaart omdraai, dan heb ik hier dus het knopje weggewerkt achter een bloemetje. Als ik daar nu op druk, dan zal de boodschap nogmaals te horen zijn. En zo heb je dus je mooie boodschap ingesproken. Ik heb nog wel even een tip over het versturen van de kaart. Want zoals jullie zien is dit allemaal vrij hoog. En als je dit in een gewone envelop verstuurt, dan komt het niet heel aan bij de ontvanger. Dus mijn tip is om het in een doosje te versturen, een brievenbusdoosje of een cd-doosje. Zodat dit knopje niet ingedrukt kan worden. Wordt dit knopje één keer ingedrukt wat langer, ik zal het even laten zien, dan is de boodschap verdwenen en ontvangt de ontvanger een kaart zonder boodschap. En dat is gewoon heel jammer. Dus zorg dat het in een doosje zit, dat dit knopje niet geraakt kan worden, zodat de boodschap niet per ongeluk gewist kan worden. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe je zo'n mooie kaart maakt. En zoals jullie weten is alles te koop bij Hobbyshop Agnes.